anderhalf jaar keihard werk is dit een super bijzonder moment. Dan eindelijk het begin van die challenge waar we al zo lang naartoe hebben gewerkt. En ja, we gaan er gewoon echt van genieten en we gaan vol voor die winst. Het is wel leuk om te zien dat we ook echt daadwerkelijk andere teams inhalen en andere teams ons willen inhalen. En ik ben heel benieuwd wie er straks als eerst bij de end of day ook komt. Wat er eigenlijk voornamelijk vervelend was, was dat we in de middag heel weinig zon hebben gehad. Ja, zonde. Maar ja, Sessa. Ik hoop dat iedereen gewoon voor 7 uur binnen is en dat iedereen morgen gewoon weer kan rijden. Ook de andere teams.